Hallo, hallo, hallo. Superleuk dat je weer hier bent en luistert naar deze nieuwe aflevering. En vandaag wil ik het met je hebben over de enorme impact van dankbaarheid. Afhankelijk van wanneer dat je deze podcast luistert, de kerst staat nu voor de deur. En de kerstperiode is altijd een periode van gezellig. Samen zijn, dankbaar zijn voor het samen zijn. En deze periode van het jaar nodigt iedereen ook vaak uit om meer naar dankbaarheid te kijken, te voelen. Van hey, wat betekent dit nu voor mij? En ik dacht, dankbaarheid aan zich in het algemeen, of het nou kerst is of niet, is enorm krachtig. En ik dacht, ik ga daar eens een podcast over opnemen. Hoe krachtig dankbaarheid dus is. Want als we het hebben over onze staat van zijn in het leven, dus hoe wij ons voelen, bepaalt hoe we denken. En hoe we denken bepaalt hoe we handelen. En dat bepaalt weer wat voor resultaat dat we krijgen in het leven. Dus als jij succes wil in je leven, in business, dan is het heel erg belangrijk dat je staat van zijn op de juiste manier, dat je die op de juiste manier insteekt. Want alles wat er in ons leven gebeurt, nemen wij waar. Wij beleven de dingen, we beleven het leven, we beleven de dingen die gebeuren. En het key element hierin is dat het heel belangrijk is om bewust te zijn van onze belevingen. Bewust te zijn van hoe we iets waarnemen. Want de sleutel tot succes in het leven is bewustzijn. En we ervaren allemaal de dingen op een andere manier. Maar we nemen wel alles op dezelfde manier waar. Het is alleen anders van wat voor betekenis geef je aan de ervaring die je hebt. Dus hoe we iets waarnemen is voor iedereen hetzelfde, maar de betekenis die we daaraan geven is voor iedereen anders. En dat is de gekleurde bril die we hebben, wat je misschien wel eens vaker hebt gehoord, van iedereen kijkt door zijn of haar eigen bril en beleeft dus het leven en beleeft de dingen in business op een andere manier. En dat komt omdat alles wat we ervaren, dat we daar een bepaalde betekenis aan geven. En die betekenis, die komt voort vanuit gedachten, die komt voort vanuit gevoel en dat gaat weer naar je gedrag toe. Nou hebben we, als we het even plat slaan, dan hebben we twee soorten bewustzijn. En als we dan gaan kijken naar de ervaringen die je ergens aan kan hangen, dan is dat of negatief of positief. Dus of een negatieve lage energie of een staat van zijn waarin je je dan begeeft, of positief, een hoge staat van zijn of een hoge energie. En succes in het leven of in business begint met je staat van zijn. Nou, ik weet nog dat ik in Amerika was een aantal jaar geleden en ik zag daar Tony Robbins. Die was daar op het podium. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, misschien heb je er al wel van gehoord. Tony is echt een wereldbekende man op het gebied van mindset. Heeft ook heel veel beroemde mensen geholpen. En een van zijn uitspraken, of misschien wel zijn uitspraak, is: change your state of mind to impact your life. Dus als jij impact wil maken op jouw leven, als jij een gelukkig leven wil, als jij succes in business wil, dan begint de basis altijd met je state of mind. Dus jouw staat van zijn. Hoe beleef jij de dingen? Hoe ervaar jij de dingen?
Steek je een negatief in? Heb je er een positieve lading van? Heb je er last van, frustratie van? Komt er boosheid van? Denk ook aan verslavingen of lust of jaloezie. Of bleef je de dingen vanuit een positieve state of mind, vanuit hoge energie, vanuit gelukkig zijn, vrijheid, joy, happiness, liefde. En natuurlijk ervaren we beide in het leven, hè? Begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo dat ik nu zeg, oké, het is nu belangrijk dat je alleen maar in die hoge state of mind bent. Natuurlijk is dat het doel in het leven, om zoveel mogelijk je fijn te voelen, je gelukkig te voelen, je positief te voelen. Natuurlijk is dat het doel, maar het is heel realistisch dat dat niet altijd lukt. Nou, ik vroeger had het ook nog niet geleerd. En vroeger was ik echt totaal anders dan dat ik nu ben. En toen kon ik veel piekeren, in mijn hoofd zitten, veel nadenken, moeilijk beslissingen nemen. Ik zag overal de beren op de weg, de gevaren, de risico's, afwegingen maken. Dat was nou best wel heel duidelijk aanwezig en ik had daar ook heel duidelijk last van. Alleen ik wist niet hoe ik dat kon keren. En dat uitte zich in dat de dingen in het leven soms heel lang duurden, moeizaam verliepen. Waardoor ik ook niet prettig voelde op sommige momenten. En ik heb dus geleerd om heel bewust te zijn van mijn ervaringen, van mijn belevingen, van de betekenissen die ik daaraan geef. En heel bewust te zijn van de dingen die gebeuren in het leven en in business. En ik ben daar super dankbaar voor dat ik dat heb geleerd. En daarom deel ik dit ook met jou. Omdat het bewust worden en veel bewust door het leven gaan, dat te leren is door iedereen. Of je nou jong bent of oud of hooggeschoold of laaggeschoold of al veel ervaring of weinig ervaring, het maakt niet uit. Het begint altijd met het nemen van de beslissing dat je het heel graag anders wil. Dat je merkt van, er is meer, het kan anders en ik wil het graag anders. Nou, wat doen de meeste mensen nu in de maatschappij waarin we leven? Drukke maatschappij. We hebben het druk, we hebben geen tijd. Er is ook heel veel afleiding van social media. Alles is mogelijk in de wereld waarin we leven, bij wijze van. Dus al die drukte, al die afleiding van social media of tv, het nieuws. Nou, heel veel, te veel sociale contacten die eigenlijk weinig van betekenis misschien zijn in je leven. Er zijn er zeker wel die van enorme waarde zijn, maar ook wel misschien contacten die jou gewoon heel veel energie kosten. En al die dingen, die drukte, die social media, de tv, noem maar op. Dat is allemaal, dat houdt je allemaal weg bij heel bewust te zijn van wat er nou werkelijk speelt in jouw leven. En ik zeg niet dat je nu ervoor moet zorgen dat je het nooit meer druk hebt en dat je nooit meer op social media gaat kijken, helemaal niet. Maar wat ik je mee wil geven is, nou, misschien wel het stukje hoe ik de dingen in mijn leven heb veranderd. Dat is wel minder tv kijken. In het begin minder. Op dit moment is het zelfs helemaal geen tv. Want ik werd er helemaal niet gelukkig van wat ik daar allemaal zag. En ik ben zelf persoonlijk ook gestopt met nieuws kijken. Als er iets in het nieuws komt, dan hoor ik het wel via via. Maar ook nieuws maakte mij heel vaak verdrietig. En om wat er allemaal in de wereld gebeurt. En zo de focus te leggen op heel veel negativiteit. Terwijl ik had al heel veel negativiteit in mijn leven. Dus
Ik had zoiets van, nou weet je, het begint gewoon bij dit soort kleine dingen om daar shifts in te maken. Heel veel op social media zitten. Ik zit er af en toe nog wel eens op, maar niet veel van mijn tijd gaat daarheen, want ik vind het ook mijn tijd verdoen. En tuurlijk mag je jezelf volmaken en tuurlijk is social media soms leuk. Hè, dat je daar ontzettend leuke dingen ziet en dat is ook vermaak. Dus daar krijg je ook weer hoge energie van en daar voel je je ook blij van. Dus het is niet alleen maar negatief, zeker niet. Maar waar ik je toe wil uitnodigen is dat je voldoende tijd gaat nemen om heel bewust te zijn van de dingen die je ervaart in het leven. En deze podcast gaat dus over dankbaarheid. Dus dankbaarheid is een hoge energiefrequentie, heeft dat. Dus een hoge staat van zijn. Dankbaarheid is iets wat je enorm kan helpen in je bewustzijnsproces. Dat je heel bewust bent van alles wat je meemaakt en wat betekent dat dan voor jou. En als dat iets positiefs is, is dat super fijn, want dan ga je lekker in een vibe, ben je vrolijk, energiek, word je blij van. En dan kan bij wijze van jou niks gebeuren, want dan kun je alles aan. Dan ben je heel krachtig, dan sta je stevig in je schoenen, dan kun je een stootje hebben. Maar de realiteit is natuurlijk ook dat we dingen meemaken in het leven die niet zo prettig zijn. En dan kom je in die negatieve energie, in die negatieve spiraal naar beneden. Je state of mind gaat naar beneden en je wordt heel kwetsbaar. Want dat is wat er gebeurt op het moment dat je staat van zijn omlaag gaat, word je heel kwetsbaar. En je wordt kwetsbaar voor je gedachtes. Dus die gedachtes vanuit je harde stem in je hoofd, je valse ego-stem die zegt, ja, maar je moet opletten hoor, want dadelijk gebeurt er dit. Of nee, dat kun je niet, want die zijn beter. Of kijk jou nou, wie ziet jou nou aankomen? Of ze zullen wel denken, daar heb je haar weer. Of nou, zo kan ik nog wel heel veel dingen bedenken die die stem in je hoofd dan zegt. En als jouw state of mind omlaag gaat, word je kwetsbaar voor dat soort gedachtes. En die gedachtes die nemen jou weer mee verder in een negatieve spiraal naar beneden. Waardoor jij, als jij iets wil bereiken in jouw leven of in business, dat jij denkt, laat maar. Weet je, het zal toch wel niet lukken. Of, allemaal van dat soort dingen. Dus de basis van een gelukkig en succesvol leven is dat je state of mind heel stevig is en dat jij onder alle omstandigheden kan blijven staan. Een van de dingen die je helpt bij in een goede state, een stevige state of mind te blijven, een positieve state of mind te blijven, is dankbaarheid. En dankbaarheid heeft dus een hele hoge energiefrequentie, dus een hele hoge state of mind. En als je leert dat dankbaarheid ervoor helpt dat jij weer, als jij in die lage state of mind komt, in die kwetsbare state of mind komt, dat als jij dankbaarheid gaat toepassen op dat moment, zul je merken dat je veel sneller weer in de juiste energie komt, in die fijne energie komt en dat je veel krachtiger wordt. Dankbaarheid is iets wat ik ook ontzettend heb moeten leren om, en zeker in de momenten dat dingen in het leven niet gaan zoals ze gaan, dat je op dat moment gaat kijken naar, hey, waar kan ik hier wel dankbaar voor zijn? Want je bent op dat moment ben je niet dankbaar voor die situatie. Want dan is het gewoon ruk en dan baal je ervan en dan, nou, dan noem maar op. Je kent het wel. En hoe kom je daar dan weer snel uit? Want het is dus de kunst om zo snel mogelijk weer in de hoge state of mind te komen, zodat je sterk voelt en krachtig voelt. En dat is als je op dat moment gaat kijken naar, hey, waar kan ik in deze situatie wel dankbaar voor zijn? Dus wat is er dan wel positief? Of wat kan ik hiervan leren?
Of wat voor kracht kan ik hieruit ontwikkelen door deze situatie? Dus door dankbaar te zijn op de moeilijke momenten, ga je jezelf, ja, ga je die state of mind, geef je een zetje van, hey, kom op, weer naar die krachtige dame toe, die stevig in haar schoenen staat, die sterk is, die positief is. Want je gaat namelijk aandacht geven aan positiviteit. Je gaat aandacht geven aan mooie dingen. En op het moment dat je ergens aandacht aan geeft, dan groeit iets. Dan geef je het energie. Dan kan iets groter worden. Nou, dus wat je dan doet is je helpt je state of mind om weer in de positiviteit te komen. Ik heb dit in het begin ook echt moeten leren. In het begin hoorde ik dit wel en dacht ik, oh, dat is mooi gezegd, maar hoe krijg ik dit toch in hemelsnaam voor elkaar? Maar het goede nieuws is dat jij jouw gedachten, dat jij jouw staat van zijn, jouw bewustzijn kunt trainen. Zie het als dat je naar de sportschool gaat, je gaat sporten en in het begin is het de kilo. En daarna, een tijdje later, is het 5 kilo en na een hele tijd is het 10 kilo. Het trainen van je brein doe je net als dat je naar de sportschool gaat. Je wordt steeds, hoe vaker je gaat trainen en oefenen, wordt steeds krachtiger, steeds steviger en steeds sterker. Dus door de intentie te zetten van oké, dit is wat ik heel graag wil. En bij wijze van, ik zeg altijd van schrijf het op. Als het voor jou belangrijk is, dan zorg dat het regelmatig onder je aandacht komt. Want als je het vaak ziet, dan denk je, oh ja, dankbaarheid. Want het leven is druk en we worden door de waan van de dag in alles meegenomen. Dus op het moment dat je ervoor zorgt dat je ergens een reminder hebt, of het is misschien op je toegangsscherm op je telefoon, dan is het, oh ja, want hoe vaker je gaat trainen, hoe makkelijker het wordt. Dus ik ben hiermee begonnen en nu is het zelfs zo dat door de jaren heen ik het zo, ja, die spieren in mijn brein dus zo sterk getraind heb dat ook al is er een shit situatie, dan denk ik vrij snel, oké, maar waar kan ik hier wel dankbaar voor zijn? Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hier uithalen? Ik laat mijzelf dus niet snel in die negatieve spiraal naar beneden halen, omdat ik weet dat je dan heel kwetsbaar wordt. En het leven wordt dan niet leuk. Dat wil niet zeggen dat ik nu zeg, oké, die negativiteit en die lage energie, die lage state of mind mag er niet zijn. Het is gewoon echt menselijk dat iedereen hier last van heeft. Dit is gewoon, wij leven hier op aarde, dat is het aardse leven hier. We hebben die hoge state of mind, we hebben ook die periodes van die lage state of mind. Maar je hebt altijd de keuze hoe je in de regie bent. Want als je dit niet traint en hier niet bewust van bent, dan ben je niet in de regie en dan laat je volledig meenemen door die emoties. Terwijl als jij een gelukkig leven wil en succes in business, dan is het heel erg belangrijk dat jij weet hoe kun je die state of mind veranderen, zodat je er zo kort mogelijk in zit. En natuurlijk als je dingen meemaakt in het leven die enorm verdrietig zijn, dan is het heel erg belangrijk dat dat verdriet er mag zijn. Absoluut. Hè, dingen moeten een plekje krijgen bij sommige heftige dingen. Dus laat het er dan ook zijn. Maar op het moment dat je merkt, hey, nu is het klaar. Nu heb ik het gehad en ik wil weer vooruit en ik heb dat stuk verwerkt en een plek gegeven. Dan weet je gewoon hoe dat je dit kan doen. En een van de dingen daarin wat heel goed kan helpen is dankbaarheid. Ik weet nog dat ik in een hele moeilijke periode zat in mijn leven. En ik bleef maar rondjes draaien in mijn hoofd. En ik bleef daar maar aan denken. En welke technieken die ik ook had geleerd, paste ik toe. Ze werkten allemaal niet. Totdat ik
overging naar dankbaarheid. En ik dacht, oké, in deze kaassituatie, oké, waar ben ik wel dankbaar voor? En ik begon met eten, een dak boven mijn hoofd. Ik zit warm binnen. Ik heb mijn familie. Gewoon de meest vanzelfsprekende dingen, bij wijze van, die haal je naar boven. De kleinste dingen waar je dankbaar voor bent, die haal je naar boven. En je zult merken dat je aandacht, in plaats van de steeds dezelfde gedachten in je hoofd te denken, je aandacht verleg je naar dankbaarheid, waardoor jouw energie verandert en waardoor je je veel fijner gaat voelen. Een andere mooie is ook nog, en dat is een afgeleide van dankbaarheid, is verwondering. Verwondering, en dat is iets waar we al qua bewustzijn helemaal niet vaak bij stilstaan. We verwonderen ons wel eens over de dingen die we meemaken in het leven of in business van, oh wauw. Maar als je er heel bewust van gaat zijn, dat je je ook naast dankbaarheid kunt verwonderen over misschien wel hele vanzelfsprekende dingen. Daar kun je ook enorm je state of mind mee beïnvloeden. Dat je het leven allemaal niet zo vanzelfsprekend neemt, maar dat je dus van de zelfsprekende dingen in het leven, je gaat verwonderen van wauw, dat is toch eigenlijk fantastisch dat ik dit nu zie of dat dit kan of dat dit er gewoon is. Ja, de sleutel tot een gelukkig en succesvol leven zit in bewustzijn. En een van de tools die je dus hiervoor kan instellen, een van de tools die je dus hiervoor kan gebruiken, is dankbaarheid en verwondering. Dus ik wil je uitnodigen om vanaf vandaag dat je dit hoort, dus te gaan kijken waar kun je allemaal dankbaar voor zijn. En ook in situaties die minder leuk zijn. Juist dan ga dan dankbaarheid inzetten. En verwonder je over de mooie dingen in het leven. En haal daar, als je heel graag een switch wil maken in jouw state of mind, haal daar de inspiratie vandaan om je state of mind te veranderen, om het mooiste uit je leven en uit alles in business, in je werk, in je leven eruit te halen. Ik zou zeggen, geniet van het proces, want het is fantastisch om deze spier te gaan trainen. Enjoy!